Moties ingediend bij het notenoverleg hoofdlijnen, herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten. Mevrouw Westerveld wenst haar motie op stuk nummer 179 te wijzigen. Mevrouw Van der Plas haar motie op stuk nummer 193. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij er nu over kunnen stemmen. 24724, nummer 177. De motie Westerveld Quint over een solidariteitsbijdrage ten gunste van onderwijs voor alle jongeren vanaf 18 jaar. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, fractie Den Haan, DENK, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SGP, verworpen. Motie 178, de motie Westerveld over 100 miljoen euro teruggeven aan het hoger onderwijs voor de nieuwe basisbeurs. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, fractie Den Haan, DENK, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Omtzigt, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, verworpen. Gaan we naar motie 179, de gewijzigde motie Westerveld CS over de huurtoeslag uitbreiden naar studentenkamers en onzelfstandige woningen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Omtzigt, JA21, PVV, Vorm van Democratie, verworpen. Dan motie 180, de motie Van der Molen, Van der Laan over aanpassingen om studenten met ouders met een middeninkomen financieel te ondersteunen. Wie is voor deze motie? Fractie Den Haan, Volt, ChristenUnie, D66, Omtzigt, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV, BBB, Vorm voor Democratie, Groep van Haga, aangenomen. Motie 181, de motie Kersenboom over bij fiscaal partnerschap alleen de inkomsten van het individu met studieschuld wegen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, BBB, JA21, PVV, Vorm voor Democratie, Groep van Haga en de SGP, verworpen. Dan gaan we naar motie 182. De motie Kersenboom over de nieuwe basisbeurs met terugwerkende kracht invoeren. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, Omtzigt, BBB, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, verworpen. Motie 183, de motie Kersenboom over het studentenreisproduct zowel door de week als in het weekend laten gelden. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, BBB, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, verworpen. Motie 184, de motie Kersenboom over het vervroegen van de compensatie van studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, Omtzigt, SGP, BBB, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, verworpen. Motie 185, de motie Kersenboom over een uitbetalingsoptie mogelijk maken bij de compensatie van leenstelstudenten met een studieschuld. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, Partij voor de Dieren, PvdA, Omtzigt, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, verworpen. Motie 186, de motie Van Baarle over het verkennen van dekkingsmogelijkheden om meer uit te geven aan de afschaffing van het leenstelsel. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Omtzigt, SGP, BBB, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, verworpen. 187, de motie Van Baarle over het niet verlagen van de maximale aanvullende beurs voor de laagste inkomens. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, D66, Omtzigt, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, aangenomen. Motie 188, de motie Van Baarle over de wenselijkheid om het wetsvoorstel te laten toetsen door het NIBUD. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, D66, Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, aangenomen. Motie. Voordat we overgaan, geef ik het woord aan de heer Van Baarle, DENK. Ja, voorzitter, dank u wel. Deze motie is een uitspraak in de richting van het NIBUD. Nou weet ik niet wat de procedure is, of ik dan u zou mogen vragen om dat over te brengen aan het NIBUD. Dat gaat helemaal in goede banen komen, want uw motie is aangenomen. Dus we gaan daar in ieder geval voor zorgen dat het onder de aandacht komt van het NIBUD. Dan gaan we naar motie 189. Dat is de motie Van Baarle over het beperken van de weging van een studieschuld op een hypotheek. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, PvdA, Partij voor de Dieren, D66, Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haag, aangenomen. Motie 190, de motie Wassenberg CS over het onderzoeken en jaarlijks monitoren van de financiële positie van studenten met een beperking. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, D66, Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, aangenomen.
Motie 191, de motie Bisschop CS over de inkomensgrens voor de aanvullende beurs verhogen naar 70.000 euro. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, Omtzigt, SGP, BBB, Ja 21, PVV, Vorm van Democratie, verworpen. Motie 192, de motie Bisschop over een fiscale aftrek voor schulden die onder het leenstelsel zijn opgebouwd. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Omtzigt, SGP, BBB, Ja 21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Hagen, verworpen. Motie 193, de gewijzigde motie van de Plasdassen over onderzoeken hoe de in de hoofdlijnenbrief genoemde andere maatregelen anders gefinancierd kunnen worden. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SGP, Omtzigt, BBB, Ja 21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Hagen, verworpen. Gaan we naar motie 194, de motie van der Plasdassen over een integrale aanpak om de generatie die heeft geleden onder het leenstelsel tegemoet te komen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Omtzigt, BBB, Ja 21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Hagen, verworpen. De heer Dassen van Volt. Ja, dank voorzitter. Ik zou graag de motie onder 195 nog even willen aanhouden. Dat gaan we doen. Dat betekent dat we niet gaan stemmen over motie 195, de motie Dassen van der Plas over het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2023-2024 eenmalig bevriezen. Die houden we, wordt aangenomen. Dan gaan we stemmen over motie 196. Wordt aangehouden. Dan gaan we stemmen over motie 196, de motie van de Graaf over het uitwerken van varianten met een hogere basisbeurs. Is voor deze motie SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, D66, Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Hagen, aangenomen. Motie 197, de motie van de Graaf CS over één centraal punt waar studenten met een beperking hun financiële steun kunnen aanvragen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Volt, DENK, fractie Den Haag, Partij van de Arbeid, Partij van de Dieren, D66, Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, Ja 21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga. Ook deze motie is aangenomen. Dan is er een korte regeling van werkzaamheden. Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.